stel je ook altijd je onderhoudsbeurt uit. Ik laat zien waarom je dat juist niet moet doen. Hoi, ik ben Mees. Ik ben monteur bij Louwman Toyota in Heemskerk en ik ga jullie de belangrijkste punten van een onderhoudsbeurt laten zien. Bij een onderhoudsbeurt controleren we ook vaak de ruitenwissers. Zo ziet u bijvoorbeeld bij deze dat het hele rubber is gescheurd en hij is helemaal aangetast door het mos. Dus dit is een teken dat hij vervangen moet worden. We controleren ook vaak een interieurfilter. Dat doen we eigenlijk elke beurt. Zoals u kunt zien bij dit interieurfilter is hij zwaar en zwaar vervuild. Dit filtert de lucht wat u uiteindelijk inademt in de auto. En vergeleken met de nieuwe scheelt dat wel eventjes, zeg maar. We controleren ook vaak het luchtfilter. Dat is in principe het mondkapje van de auto. Zoals jullie kunnen zien is deze vervuild en helemaal grijs. En de originele is nog mooi, nieuwe is nog mooi wit van kleur. Dus dat betekent dat de auto veel schonere lucht binnenkrijgt als u die weer vervangt. Ik ga jullie nu laten zien hoe we een accu testen bij Toyota. Daar hebben we een accutester voor. Die moeten we dan aansluiten op de accu. Deze accu is goed. We controleren ook altijd de remschijf en de remblokken of ze nog voldoen aan de eisen. En of het wiel zwaar draait of niet. En als hij zwaar draait is dat 9 van de 10 keer een vastzittende rem. Zoals dit wiel. Deze rem loopt aan. Het zou dus gangbaar gemaakt moeten worden. En kijk, je ziet ook hier al die roest van op de schijf. Het gevolg van een vastzittende rem is dat uw banden sneller gaan slijten. Brandstofverbruik wordt hoger. Wielagers kunnen kapot gaan als u te lang door blijft rijden met vastzittende remmen. Remklauwen kunnen vast gaan zitten. Auto's kunnen naar een kant gaan trekken. Zo zijn er nog wel meer gevolgen wat er kan gebeuren als uw remmen vastzitten. Bij een onderhoudsbeurt in APK controleren we ook altijd de staat van de banden. Zoals jullie kunnen zien heeft deze band nog voldoende profiel en was de bandenspanning ook goed. Want je hebt geen rare slijtage. En ook geen rare scheuren in het loopvlak of bulten of iets. En dit is een gevolg als je wel met de lage bandenspanning rijdt. Want dan heb je allemaal scheuren in je loopvlak. En kan de band kapot gaan en het brandstofverbruik wordt hoger met lage bandenspanning. En de auto kan ook naar de kant gaan trekken. Dus dat is ook allemaal niet wat je wilt hebben als je in een auto rijdt. Ik heb jullie net een paar punten laten zien volgens de onderhoudsbeurt. Bij een onderhoudsbeurt hebben we eigenlijk 60 punten die we controleren. Ik heb jullie nu een paar laten zien. Dit zijn puntjes die het meeste voorkomen bij een Toyota, waar u veel geld op kunt besparen als u regelmatig uw onderhoud kunt doen. Iedere 15.000 of 1 keer per jaar. Dat staat volgens de fabrikant.